Goedemorgen mensen, welkom bij vlog 32. We zijn er weer. En nee, we zijn niet fris in de velden, we zijn muf en vies in de velden. Want 1. Ik ben niet gedoucht, maar ik ben buiten. Hoe dan? 2. Ik ruik muf. Ik ruik naar zweet, want de trui ruikt ook naar zweet. Jullie weten dat ik snel zweet. Sorry man. Dat zijn 2 vervelende feiten op deze mooie zaterdagochtend. Ik denk van, hè, hoe dan? Ja, kijk, ik kom van Utrecht en ik ben gebeld dat ik zo snel mogelijk naar huis moest komen om iets op te halen. Het was dringend, het was acuut. Het is een acute situatie. Ja, dat is het. Dus wat doen we? Wat hebben we gedaan? We zijn opgestaan, mond wel gepoetst allicht, dat sowieso. Maar voor de rest, kleren aangedaan, stinky in de velden. Sneltrein gepakt vanaf Utrecht Centraal naar Amstelveen. Naar Amsterdam Zuid bedoel ik. Zo, dus ja. Kijk hier. Kijk, die geur is muf. Sorry mensen dat ik zo turbulent aan de vlog begin. Maar goed, zoals ik al zei, ik werd gebeld. En het had enorme haast, dus ik ben zo snel mogelijk gekomen. Dus we gaan nu snel naar huis douchen. Gaan we kijken wat er voor mij klaar staat. Want ik ben wel benieuwd. Ik ben wel nieuwsgierig, weet je. Als je zag hoe mensen keken in de metro en bus, hè. Oh, sorry, maar ik heb niks te maken met dat. Dringende situatie. Daar moet ik alles op alles zetten om zo snel mogelijk daar naartoe te gaan. Dus we gaan snel naar huis. Ik neem jullie mee. Laten we kijken wat er voor me te wachten staat. Wat er op mij te wachten staat. Hier, douche met dit warme weer 2 keer per dag. Als dat kan. Of als het echt heftig is, zelfs 3 keer per dag. Want dit weer, je moet gewoon fris zijn. Kijk, ik bevind me nu in een ongemakkelijke positie. Want ik ruik muf en zo. Mensen kijken je raar aan. Maar goed, dit is dringend. Sorry hoor. Sorry, soms is het niet anders. Ik ga dit shirt meteen in de was zetten. Dit is broeiazaar. Kijk hier. Handen droog, niet ingesmeerd. Gezicht niet ingesmeerd, wel gewassen, sorry. Dringende situatie, maar mensen, douche altijd met dit weer. 2 keer per dag sowieso standaard. Soms 3 keer per dag als het echt te veel wordt. Want dit weer, het keeltje. Echt een vervelende situatie hoor. Echt, ik kom er net thuis aan. Even snel douchen, want ik ruik echt muf. Het is niet meer grappig dit, even serieus. Ik snap nu mensen niet kunnen douchen met dit weer, zeg. Ridicule dit man. Shirt ruikt muf. Oksels zijn nat. Totaal niet fijn dit gevoel. Dus ga opfrissen, gaan we kijken wat er voor me klaar staat. We zijn nu fris. Super fris in de velden. Dus we gaan even kijken wat er voor me klaar staat. Ze zeiden tegen mij van ik moet in de brievenbus kijken. Nou, dan gaan we dat doen toch? Ik ga die sleutel pakken. Anders kan hij niet open. Even kijken. Oh, jullie weten wat dit betekent, toch? Ik zei, jullie weten wat dit betekent, toch? Zoontje is back in die gimma. Sang. Daarvoor moest ik zo snel terugkomen. Ja, het ergste is, ik zie hem al staan, klaar. Te erg, man. Zwart. Hadden ze niet hoeven doen, man. Ja, ze hadden niet zo duister hoeven komen in die gimma maar voor mijn zoontje, maar ze hebben het toch geflikt. Prachtig dit. Ja, man. Ja, excellent.
Yes, 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 yes. Klaar. Nu gaat het weer beginnen. Kijk, met dit soort kleine dingen ben ik wel een perfectionist hoor. Want zeg maar, voordat ik hem had gebracht, toen waren die roostertjes op die voor- en achterlichten, weet je wel, hier zo. Hier was het eromheen. Maar dat hebben ze eraf gehaald, dus ik moet ze daarvoor nog even pellen. Dus dat vind ik wel een minpuntje. Plus, wat ik ook een minpunt vind, is die sticker. Die sticker van Vespa Sprint. Kijk, ik ga je laten zien. Ik ben daar zo geen fan van, hè. Haal het eraf. Echte kenners weten dat er Vespa is. Ik hou daar niet van. Je moet gewoon die hele lak zien, matgrijs, weet je wel. Dan is hij prachtig. Maar niet de Vespa Sprint, al die onzin erop, al die stickertjes. Nee, ik ben niet van dat. Dus wat ik ga doen, ik ga nu eens even eten. Ga ik hem straks even naar denk ik Scooter City brengen. Ga ik ze vragen of ze die stickers van mij eraf kunnen halen. Want ik ben niet meer die onzin. Eraf. Sticker. Weg. Dus ja. Maar kortom, los van die kleine minpuntjes, ik ben helemaal weer blij. Helemaal weer tevreden. Ik ben weer gelukkig. Yes, ik heb weer mijn vervoer, weet je. Dat is belangrijk. Ik kan weer gaan en staan waar ik wil. Dat is het belangrijkste voor mij. Het is nu lekker weer. Ik kan nu gewoon toeren. Ik ben mobiel. Weet je. Ik moet alleen nog... moet hem alleen nog even wassen. Maar voor de rest, we zijn helemaal ready om te gaan. Helemaal ready. En dat vind ik heerlijk. Heerlijk. Zo, zien jullie het? Al die stickers weggehaald. Ik ben even naar Scooter City gegaan. Alles weggehaald. Ik zei ze van, hé, hou alles weg. Meteen alles laten weghalen. Ik ben niet meer die stickers, ben niet meer die drukte. Gewoon helemaal blanco. Helemaal prima. Ik weet dat het echt is. Ik hoef me voor niemand te bewijzen. Daar gaat het om. Dus hij is nu lekker weer blanco, matgrijs, de originele kleur. Dus we gaan nu lekker toeren. Is mooi weer. Ik ben met Mitchell, Mita. Met Millie. Ja, maar lekker toeren. Precies, zon is mooi weer, 28 graden of zo. Zoiets toch? Zoiets, maar 28. Dede. Dus gaan we gaan het ijsje halen of zo. Gewoon van toeren, weet je. Genieten van het weer. Even vieren dat het zonnetje terug is. Misschien straks nog even wassen. Even kijken of de wasstraat open is. Dat zien we wel. Maar nu, toeren, hè? Yes. IJs is in de bek. IJs is man. Je hebt mijn Cornetto in de bek. Sterk, sterk. Nodig. Mooi, mooi, mooi. Thank you. Zoontje vol getankt. Even energie. Wij ook even afkoelen. Hoort erbij. Dan gaan we even Sushi Festival checken, toch? Zeker, man. Bij Centraal, toch? Heerlijk. Ja, nog maar. Oosterdok. Ja. Even people, hoor, mensen.